Hoi, welkom bij Sousa Design. Ik ben Kim en vandaag laat ik zien hoe je een heel leuk, creatief en uniek kraamcadeautje kan samenstellen. Je hebt hiervoor nodig een trommeltje, cupcakebekertjes, elastiekjes voor in het haar, gewone elastiekjes, sokjes en rompertjes. Ik heb gekozen voor de kleur roze, want het wordt een meisje. Allereerst begin ik met het rompertje. Deze vouw je smal op. Dan pak je een sokje. En dan rol je hem bij het smalste deel. Ik heb dus een rompertje natuurlijk. Dus bij de schouders begin ik met rollen. Zorg ervoor dat als je rol je steeds een laagje naar beneden gaat. Dat geeft een leuker effect. Nou, en op het eind doe je een elastiekje omheen. Haarspeldje erbij. En in het cupcakeje. Zo heb je een cupcakeje in het klei. En dit ga ik 3 keer herhalen. En dan doe ik het in het bakje. Dus ik ga het zo even laten zien als ze allemaal af zijn. Kijk nou hoe leuk! Heel eenvoudig te maken en hartstikke uniek. Het enige wat ik nu nog ga doen, is de cupcakes in het bakje zetten. En een folietje omheen doen en een cadeau geven natuurlijk. Ik ben benieuwd naar de reactie. Laat je zo even zien hoe het in de cadeauverpakking eruit ziet. Wil je ook zoiets maken? Tag ons dan even in die foto. Dat zouden we heel erg leuk vinden. Of deel het op onze pagina. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!